Nou, volgens mij kunnen we beginnen. Dankjewel Kees, want Kees is onze gids die ons door Zoomland gaat leiden. Dankjewel voor deze, ja, dit is wat we in voor negen allemaal willen gaan doen. Dus dat over. Doe mijn best, ik hoop dat er geen problemen gaan voorkomen. Ja, je bedoelt de digitale dingen die er kunnen gebeuren. Maar ga er maar vanuit dat het gaat lukken. Toch? Anders hoef je nergens aan te beginnen. En we worden recording, staat er met een rode knop. Ja, dat is. Ik bedoel het niet als een waarschuwing van let op je woorden. Maar tegendeel, van, spreek vrij uit. Goed, ik ben Martin Stam en ik. Help je door deze avond heen. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Ik denk dat dit zo ongeveer de 10e Commons Lab is. Schat ik zo. Eigenlijk zijn we steeds met 5 mensen die voorbereiden. Dus buiten Kees en Henk zijn dat ook Jurgen en Hans. Die kunnen er helaas niet bij zijn vanavond. Nou ja, het zij zo, die komen de volgende keer weer bij. En ik ben heel blij dat Kees tegenwoordig onze website een beetje op orde gebracht heeft. Ik ben nog niet zo ver gekomen om te tellen of dit nou de 10e keer is, maar dit komt wel in de buurt van de 9e of 10e Commons Lab. En eigenlijk wat we steeds zien, is dat we dat begrip commoning en commons op allerlei manieren hebben verkend en ingevuld met behulp van mensen die daar zelf actief mee bezig zijn. En de laatste keer ging het over geld en macht. Toen hebben we dat deel 1 genoemd, want er bleek veel te veel aan te vertellen. En toen ging het onder andere over de vraag, zijn dat niet allemaal kleine krummeltjes? Zijn dat niet allemaal kleine losincidenten? En wordt dat ooit nog een beweging? Wel, dat aspect van macht kwam daar toen aan de orde. Dat gaan we vanavond weer oppakken. Van in hoeverre is dat te vergroten en breder te maken, ook in termen van macht. En daar ben ik ook heel blij dat Henk straks daar een voorzet voor gaat geven. Die heeft daar ook een prachtig stuk over geschreven. Om dat deel wat vaak een beetje als een olifant in de kamer blijft staan, namelijk hoe zit het dan met het geld, om dat eens juist naar voren te schuiven. Dus dat is waar we straks mee beginnen. Hoe ziet dat met de financiering en kun je vanuit commoning ook anders denken over geld? Dat is dan rond 8 klaar. En vervolgens gaan we inzoomen met Clemens en Josta op hoe ziet dat er dan uit? Commoning als een manier om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken. En daar zit wat begeleidend beleid ondertussen omheen. Ollergen, die moet daar ook iets mee. Maar dat valt niet zo mee, vinden allerlei wethouders. Zoals die van Amsterdam, wat zij aan steun biedt. En Amsterdam heeft allerlei grote ideeën over wooncorporaties. Coöperatie moet ik zeggen. En daar gaan we dan wat dieper op in. En als het goed is, krijgen we daar ook een verbinding tussen dat geldgedeelte. Waar Henk mee begint en hoe je via commoning dat wonen vlot kan trekken. En het idee is discussie in breakout groepjes. Nou, de ervaring leert dat we meestal als we 3 sprekers hebben, al sprekende dat wel in een petit comité, wat we toch zijn nu, het is niet zo'n grote groep, plenair gaan doen. Dus dat is even anders dan in deze opzet staat. Ik zou even rond willen gaan wie er allemaal zijn. Dus ik ben Martin Stam en ik zit in dat voorbereidend groepje. Wie hebben we hier nog meer, behalve Kees? Kees, misschien kun jij meteen ook even vertellen wat jouw facilitaire rol is. Ja, dat is goed. Ik zorg er een beetje voor dat Martin geïnformeerd wordt als mensen willen spreken. Ik zet eigenlijk standaard iedereen op mute. Anders gaan we door elkaar heen praten. Maar eigenlijk, vooral bij deze, omdat we het voornamelijk plenair gaan houden, is het wel heel erg gewenst als mensen gewoon meedoen en een bijdrage leveren of opmerkingen maken en vragen stellen.
Het liefste voor mij om dat bij te houden is als je een sterretje of een x'je of zo in de chatbox neerzet. Of op een andere manier mijn aandacht probeert te krijgen. Verder is het even goed om. Willen we even beginnen door dat iedereen gewoon even kort kan zeggen wie ze zijn. Of je verbonden bent met een organisatie. Of dat je een bepaalde interesse hebt om hier te zijn specifiek. Maar dan niet langer dan één zin. Dat we even een rondje maken wie we allemaal in de groep hebben. Dus ik kan daar zelf even mee beginnen. Goed, ik ben Kees. Ik ben betrokken bij de organisatie van het Commons Lab. Ik ben nu vanavond een beetje de Zoom-leider die iedereen lastig valt en iedereen afkapt. Verder ben ik heel geïnteresseerd in dit onderwerp. En ben ik blij dat we hier even verder in gaan vandaag. En het lijkt me ook goed dat iedereen van het woord zelf doorgeeft aan iemand anders. Dan ga ik die papier op tijd te unmuten. Ik geef het woord. Ik kan mute iedereen wel eventjes trouwens. Ja. Jaap, introduceer je eventjes. Jaap Brummel. Comment die ik de afgelopen 8 jaar heb gedaan is een buurtkamer. Ik denk dat het de 5e tot de 6e keer is dat ik erbij ben. En ik doe op dit moment bij Samenwonen, Samenleven project ervaringsdeskundige Armin nemen het woord. En je geeft het woord door aan Reinier. Ik ben Reinier, Reinier Schippers. Ik ben onder andere betrokken bij het Amsterdamse netwerk ervaringskennis. Een initiatief om ervaringsdeskundigheid in de stad op de kaart te zetten. En wij zijn hard op weg om een coöperatie te worden. Dus ja, weet je. Het onderwerp geld en macht interesseert mij natuurlijk wel. En ik geef het woord aan Marjolein. Hallo, ik ben Marjolein en ik ben lid van Ons Groene Huis. Een woongroep in oprichting in Haarlem. En nou ja, wij zijn dus ook aan het kijken hoe we het wonen kunnen financieren. Van daaruit ben ik geïnteresseerd hier aan het luisteren. En ik geef het door aan, Diederik. Ja, ik ben Diederik. Even kijken, ja, ik ben nu actief bij de Baaierstuin. Dat is een onderdeel van het Baaiersdorp, wat een soort commons initiatief is. Een leefgemeenschap voor kunstenaars. Ik heb ooit een plan opgesteld voor een vrije groene zone, waarin uitgegaan wordt van de grond als commons, dus in de oude betekenis van het woord. Dus dat is een ander vrijheidsbegrip dan het eigendomsrecht. Het gaat meer uit van gebruiksrecht en daar had ik ook aan gekoppeld een manier om geld te creëren. Dat was allemaal een beetje te radicaal, dus ik ben nu iets minder radicaal. Ik ben wel lid geworden van Politieke Partij Vrij en Sociaal Nederland, die nieuw is. Waar een beetje dezelfde ideeën leven als hier, denk ik. Dus ik ben benieuwd. Oké, iets korter graag. Ik geef het woord door aan Reinier Nieuwhuis, dat is een andere Reinier. Nee. Kunnen je even nog niet verstaan, Reinier? Ja, doe dat, Reinier. Ja. Oké, José. Ja, doet dit nu wel? Ja, ja, ga maar, nu. Ja. Het is allemaal niet zo interessant. Ik ben nu zo'n beetje voor de 60 keer erbij. Ik heb op Ruparé, ik heb met ervaringsdeskundigen dat project meegedaan. Ik zit nu in de Oost, voor Samen Vooruit. En daar is een deel gaat over duurzaamheid en een deel gaat over armoedebestrijding. En voor een groot deel houden we ons bezig met maaltijdenverstrekking via buurthuizen. En
Nou ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in de comments. En dat betekent dat ik ben volgens mij nu ook de vierde of de vijfde keer erbij. En ik word er steeds enthousiaster over, dus vandaar. Okay. Ik neem het even over. Ik ben José. Ik ben sinds kort aspirant lid van de CEVEG. Dat is Ecologische Dorpen Gelderland. En ik ben geïnteresseerd in het onderwerp, omdat wij ook met financieringsproblemen zitten. Net als iedere ecologische gemeenschap. Mama, ik woon nog in Amsterdam en ik zie wel hoe het afloopt. Ik ben gewoon... Ja, oké. Okay. Bedankt. Ik geef het door aan Martin. Oh nee, Martin is geweest. Josta. Ja, ik ben Josta. Ik ben medeoprichter van wooncoöperatie De Nieuwe Meent. En daarnaast werk ik als correspondent wonen bij de correspondent. Roy. Ja, ik ben Roy Carter. Ik ben actief binnen de nieuw op te richten wooncoöperatie Stroom in Amsterdam. En geld en macht, dat interesseert me al vanaf ik 11 jaar ben. Dat was het. Evelien. Ik ben net als Marjolein, die net al zich voorstelde vanuit Haarlem aan het inbellen. Oprichter van Ons Groene Huis. Een woninitiatief in Haarlem. Al heel lang, veel te lang. Dus het thema financiering hebben we binnenste buiten gekeerd en blijft lastig. En nou, het hele thema commons en geld en macht in Haarlem speelt qua politiek zeker ook. Dus ik hoop van Amsterdam te leren. En ik heb een social work achtergrond en dat is Martin Stam. Dus hey Martin, leuk hier te zien. Ik geef het woord door aan. Wie? Marlijn. Hallo, ik ben Marlijn. Ik werk bij de Universiteit van Tilburg als onderzoeker. En ik doe al een tijd af en toe ook onderzoek in Amsterdam. En dan trek ik als antropoloog van origine graag de wijk in. Maria, mag ik jou het woord geven? Staat nog mute. Maria? Staat op mute. Unmute? Ja. Ben ik nu te horen? Ja. Oh, sorry. Nou, nog een keertje. Ik ben dus Maria uit Amsterdam en kreeg de link doorgestuurd van Marijke, die bij mij in de zwemclub zit, omdat ik vertelde dat ik bezig was met een oprichting van een wooncoöperatie. En toen vroeg ze of ik hier belangstelling voor had, dus ik zit hier redelijk onbevangen bij van, nou, ik weet nog niet wat het me gaat bieden en waar het precies over gaat en zo. Dus ik ben... ja, nogal blank. Ik wacht het af. Ja. Okay, en ik geef het woord door aan Rudy. Die is, dat is nog de grote onbekende hier. Zo, ik zie nog geen beeld. Dus... Rudy is er denk ik nog niet. Of die heeft nog geen beeld. We kunnen niet zien of hij aanwezig is. Dus ik geef Emel even snel woord. Oké. Okay. Hoorde ik mijn naam? Kees? Nou, Emel Jan, ik werk bij Rupare Community. Ik ben in het algemeen ben ik natuurlijk benieuwd naar de commons, maar in het bijzonder vandaag in de coöperatie, wooncoöperaties. Marijke. Ja, ik ben er natuurlijk meestal bij, omdat ik het sowieso deze labs erg interessant vind. En met name deze, omdat ik zelf ook al samen met Hans, mijn partner, bezig ben geweest om ons te oriënteren om in de nabije toekomst misschien ook deel te gaan worden van een wooncoöperatie. En ik zie Evelien ook, dus dag Evelien. Wij kennen elkaar van Ons Groene Huis. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoor graag meer. Doke Pauwels, zeg ik dat goed? Dat zijn twee mensen. Ja, hallo. Ik ben Doke. Ik ben Marnix.
Ja, ik kreeg het linkje door van een vriendin met wie ik een dansfestival organiseer, onder andere waar we ook ons laten inspireren door de Commons. En wij zijn samen ook wel aan het kijken naar misschien woongroepen of commoning in woonsituaties. Dus dat. Nou, is iedereen geweest? We waren iets later. Ik denk Bastiaan en Sumari moeten we nog. Als ik het goed heb. Ik weet niet of ik iemand mis, maar Bastiaan. Hoi, goedenavond allemaal. Bastiaan, ik ben vooral geïnteresseerd in de Commons. Vanuit een werkperspectief. En verder werk ik bij Kansfonds. Sumari? We horen je niet, Sumari. Sorry. Ik ben samen met andere buurtbewoners een omgevingsvisie aan het maken in de Sierpleinbuurt. En wij hebben een groep opgericht en we zijn daar een gemeenschap aan het bouwen. En ons centrale punt is om de mens op de eerste plaats te zetten. En dat vinden wij in de Commons ook terug en vooral ook een belangrijk element nou met dat geld. Hoe zetten we dat nou op de eerste plaats? Dus dat is mijn interesse. Oké, volgens mij is Nise nog. Dus als zij zich even kan unmuten en kort introduceren, is dat de laatste persoon. En dan gaan we meteen verder. Dus dan geef ik dan kan Martin en Henk het van mij overnemen. Hi, ik ben Nise, 26 jaar ondernemer, vooral sociaal ondernemer. Ja, er zijn verschillende aanknopingspunten en verschillende mensen die ik ken in deze groep. Ik ben oud kraker, misschien zegt dat het meeste. Omdat ik denk dat de verdeling van geld, zeker als je zoveel hebt als in een stad als Amsterdam, dat het een heel goed idee is. En middelen. Nou, dus dat is eigenlijk het wezen van de Commons, en maar dan al van 30 jaar geleden. Oké. Nou, Henk en Martin. Ja. Oké, nou volgens mij, wat ik gehoord heb, klopt bij het programma. En omdat iedereen in ieder geval het woord geld uitsprak, ben ik heel blij dat Henk daar een hele speciale inleiding op kan houden. Ik geef jou het woord, Henk. Nee, Henk zit verstart vanuit Wenen, want daar vandaan praat hij. Ik denk dat de verbinding even niet klopt. Hij valt weg, ja. Dan praat ik het even. Het bruggetje heet dat dan. Hij heeft een stuk geschreven speciaal voor deze bijeenkomst. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Dat hoeft niet, want ik ga ervan uit dat hij het even goed wel samenvat straks. Maar dan kun je het straks nog eens even rustig of morgen teruglezen. En dat geldt ook voor allerlei stukken die we in de vorige labs en samenvattingen van die bijeenkomsten, die staan nu allemaal op de website dankzij Kees. En dus je kunt je rustig inlezen en teruglezen. Dat moet een langere brug worden. Hij komt terug, denk ik. Oké. Ja. Goed zo, Henk. Ja, ik ben er weer. Dat zie je. Werd er even uitgegooid. Is het zover? Nee hoor, nee, ik wilde jou het woord geven, maar toen was je even weg. Maar ja, de verbinding werd verbroken. Oké, laten we snel beginnen. Ik ben Henk Wagenaar, betrokken als een van de organisatoren van het Commons Lab vanaf het eerste uur. Ik woon in Wenen en ik ben al enige jaren geïnteresseerd in het fenomeen Commons, burger, participatie enzovoorts. Waarom ben ik geïnteresseerd in geld? Omdat ik ongeveer 3 jaar geleden een onderzoeksvoorstel heb ingediend. Toen werkte ik nog bij de Universiteit van Sheffield, waarin de organisatie van geld en van banken een belangrijke rol speelde. Sindsdien heeft het onderwerp me niet meer losgelaten. Dat geld, dat onderzoeksvoorstel, dat is nooit. Daarvoor heb ik nooit geld gekregen.
Maar het onderwerp heeft me niet losgelaten. En ik heb dat stukje geschreven voor deze bijeenkomst, waar ik een paar krenten ga uitpikken. Want anders duurt het allemaal te lang. Iedereen kan het lezen of heeft het kunnen lezen. Er zijn eigenlijk drie grote obstakels om inzicht te krijgen in de manier waarop onze samenleving en onze economie geld organiseert. We vinden het allemaal heel vanzelfsprekend. Geld is er, hè, zoals ik ook schrijf in een stuk. We vragen ons zelden af, hoe komt het er nou? En kan het, hoe hebben we dat met elkaar georganiseerd? Een van die obstakels is onwetendheid. Er is een enorme onwetendheid rondom geld. En dat geldt niet alleen voor gewone mensen, zoals wij allemaal, maar ook bij experts. Sterker nog, ik heb een groot hoofdstuk geschreven waar dit stukje eigenlijk aan ontleend is voor een boek wat hopelijk volgend jaar juni gaat verschijnen over de wereld na de pandemie. En ik heb met allerlei experts gesproken en ook veel experts begrijpen het niet helemaal. Die doen allerlei opmerkingen waaruit blijkt van die gewoon fout zijn, feitelijk onjuist. Alles, en dat maakt het ook heel moeilijk, alles wat met geld en banken en de financiële wereld te maken heeft, is met elkaar verknoopt. Dus als je denkt dat je één stukje begrijpt, dan blijkt het weer samen te hangen met iets anders. En dat weer met iets anders. Zo, het is een geweldig ingewikkelde kluwe van samenhangen die mij althans zeker 2 jaar gekost heeft om een beetje inzicht in te krijgen. Het staat ook nooit ergens goed beschreven. Hè? Dus ik ga het niet laten zien, maar hierachter ligt een hele stapel boeken. En al die boeken die geven een stukje van de legpuzzel. Derde obstakel is dat geld is bij uitstek een heel moreel onderwerp. Geld is bijna net zo moreel als met moraliteit omgeven, moet ik zeggen, als seks of religie. En het is heel wonderlijk, want ik zeg ergens in het stuk, geloof ik, op bladzij 1 al, geld is in feite een publiek goed. Net als energie en water en openbaar vervoer. Maar mensen hebben daar moeite om dat te begrijpen, want ja, je kan toch niet geld zomaar uitdelen. Je kan toch niet iedereen subsidie geven. We doen dat natuurlijk op grote schaal. En niet alleen aan mensen die in de bijstand zitten bijvoorbeeld, of die werkloos zijn. Maar de grootste subsidies gaan naar bezitters van kapitaal of eigenaren van woningen via de hypotheekrente aftrekken, wel die een stuk minder al is dan die ooit was. Nou, het stuk bevat een aantal punten waarin ik uitleg wat de problemen zijn met het geldstelsel, zoals we dit nu kennen. Een van de belangrijkste is dat het heel erg duur is. Dat leg ik al meteen uit in punt 1. Dat mensen het ook vaak niet snappen. Dus als je, ik geef het voorbeeld van als je 100.000 euro leent tegen 3%, dan loopt uit van 20 jaar, dan betaal je over die 20 jaar 200.000 gulden extra. Euro, sorry. Ik word echt seniel nu. Dus je betaalt in feite 300.000 euro voor een lening van 100.000 euro. Nou, daar word je dus rijk van als bank. Maar belangrijker is dat banken, commerciële banken, die creëren geld. Voor veel mensen is dat nieuws. Die denken dat de overheid dat doet, of de centrale bank, de Nederlandse bank in Nederland. Maar dat is niet zo. De Nederlandse bank, de centrale bank, produceert maar een heel klein percentage van het geld dat in omloop is. Ongeveer 3%. Maar de rest wordt geproduceerd door commerciële banken. En dat doen ze door leningen te verstrekken. Dus als ik een hypotheek, geef ik ook als voorbeeld, een hypotheek neem of een consumentenlening of een klein bedrijf, een middengroot bedrijf neemt een lening op. Met die lening wordt geld in omloop gebracht. En wat is nou daar het belangrijke van? Dat geldproductie is onverbrekelijk verbonden met schuld. Dus elke lening is een schuld. En over die schuld betaal je rente. En een van de onmiddellijke implicaties is dat door deze manier van geldcreatie creëren we dus een economie die altijd moet groeien. Want niet alleen moet je die schuld terugbetalen, maar je moet ook die extra rente verdienen. En als je dat voorbeeld leest van mij,
dan is dat, gaat het om grote bedragen. Dus om die rente te verdienen, moet de economie blijven groeien. Er zijn wat berekeningen in omloop waaruit blijkt dat de hoeveelheid schuld die uitstaat in de hele wereld, die kan met geen mogelijkheid ooit worden terugbetaald. Dus het is een soort Ponzi-schema. En het tweede grote probleem met de commerciële besteding, productie van geld, is dat we geen greep hebben, of heel weinig greep hebben, en de overheid al helemaal heel weinig, op hoe we dat geld besteden. Dat heet in officiële termen hoe we het geld allokeren, investeren in feite. En banken zijn commerciële instellingen, die willen snel verdienen, die willen veel verdienen. Dus om die reden zie je dat banken heel veel geld investeren in financiële producten, in beleggingen, voor zichzelf. Die hebben niets met de gewone economie te maken, de echte economie van dingen produceren, bedrijfjes opzetten, bedrijven opzetten of bijvoorbeeld wooncorporaties organiseren. En er gaan enorme bedragen, een groot percentage van het werk dat banken doen, gaat zitten in financiële speculatie. Dat maakt het systeem ook heel erg wankel. En we hebben dat natuurlijk al een aantal malen gezien, de grote geldcrisis van 2008 en nu ook weer met de pandemie. Dan moeten de centrale banken en de overheden honderden miljarden euro's of dollars in het systeem pompen om het overeind te houden. Er is nog veel meer te zeggen, maar ik wou het kort houden en laten we dan in ieder geval discussiëren erover. Waar ik op uitkom in mijn stuk, is dat als we dit allemaal serieus nemen, en ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen, al die problemen met commerciële banken en de geldproductie via commerciële banken, door commerciële banken, dan kom ik uit op een pleidooi om een publieke bank op te richten. En dat is helemaal geen wild idee. Sterker nog, publieke banken die zijn al zeker anderhalve eeuw oud. Aan het eind van de 19e eeuw ontstonden in allerlei Europese landen coöperaties van boeren en arbeiders die hun geld samenbrachten via de bijdrage van leden en dan dit ter beschikking stelden aan leden van de coöperatie om een bedrijf te financieren, een boerenbedrijf, om schulden met elkaar te delen of de risico's met elkaar af te dekken en of om huisvesting te regelen. En die coöperaties, banken, publieke banken, die waren altijd gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dus de risico's werden gespreid. Die publieke banken, annex coöperaties, die zijn tot diep in de 20e eeuw actief geweest. Met name in de woningbouwsector. Een ander hoofdstuk in ons boek gaat over wonen en de crisis rond wonen. En daar hebben we ook een beetje uitgezocht dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië tot in de jaren 80 waren er overal credit unions en woningbouwcorporaties actief. Die zijn allemaal gefinancialiseerd, gecommercialiseerd. Dus die bestaan niet meer. In Nederland hadden we, en dat weten de ouderen onder ons nog wel, de voormalige Nederlandse Postbank. En die stamt ook al uit de 19e eeuw. En die vervulde beide functies. Daar konden burgers hun geldzaken regelen. En via, dat moet ik even opzoeken, de Algemene Nederlandse Centrale Middenstandsbank, dat was onderdeel van de Postbank, werd er ook geld geïnvesteerd in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. In de Duits sprekende landen bestaat dat nog steeds. En het interessante is dat een van mijn experts die ik geïnterviewd heb, die zei, 2/3 van de middelgrote bedrijven die wereldleider zijn op hun terrein, bevinden zich in de Duits sprekende landen. Dus het is een heel ander verhaal dat van de grote techbedrijven in de Verenigde Staten. 2/3 van de wereldleiders in het middelgrote bedrijf, die zitten in de Duits sprekende landen. En dat komt door het hele netwerk van landesbanken, die nauw verbonden zijn met de financiering van die midden- en kleinbedrijf in de Duitsstalige wereld. Nou, wat zijn nou de kenmerken van een publieke bank? Ten eerste kunnen burgers hun financiële transacties daar afwikkelen. Gewoon net als bij een gewone bank. Met dit verschil dat je eigenaar bent van je geld. Want dat ben je bij een gewone bank niet. De bank is eigenaar, maar wel heeft natuurlijk wel een verplichting om dat geld aan jou ter beschikking te stellen. Maar bij een publieke bank ben jij de eigenaar. En ten tweede kan de publiek
publieke bank geld ter beschikking stellen aan particulieren en het MKB. En dan kan dat veel goedkoper doen. In de eerste plaats zodat ze veel lagere rente in rekening brengen, omdat de apparaatskosten natuurlijk veel lager zijn. En de publieke banken hoeven geen winst te maken. Ze moeten ook geen verlies draaien. Maar ze kunnen dus, doordat ze lage apparaatskosten hebben, veel lagere rente in rekening brengen. En tegelijkertijd kunnen ze wel profiteren van de voordelen die banken hebben bij het lenen van geld op de kapitaalsmarkt. Verder zijn publieke banken safe. Die zijn veilig, omdat de overheid ze financiert. Dus de overheid maakt zelf weer geld, wat ze vroeger ook deed. Nou, er zijn allerlei voorbeelden van publieke banken. Ik beschrijf er één. In het stuk moet je maar eens lezen. De Bank of North Dakota. En door alle financiële crisis heen is de Bank of North Dakota altijd een hele stabiele bank geweest, die net als de landesbanken in de Duitsstalige wereld ten dienste staat van midden- en kleinbedrijf en van studenten. Dat is een heel groot probleem in de Verenigde Staten, dat mensen gebukt gaan onder geweldige studenten, hoge studentenleningen. En het geld is afkomstig van de staat North Dakota en vloeit daar ook weer terug. Dus overschotten die de bank heeft, maakt, winst zou ik maar zeggen, die vloeit weer terug in de staatskas. Dus waar ik mee eindig is een pleidooi voor een Commons Bank. En ik zou willen dat het Commons Lab, waar wij hier dus deel van uitmaken vanavond, gaat proberen bij de gemeente Amsterdam te kijken of we die gemeente kunnen overreden een publieke of een Commons Bank op te richten. Volgens het model, zeg maar, van de Bank of North Dakota. Nou, ik heb er één kleine alinea aan gewijd. Dat is natuurlijk een heel complex verhaal. Daar kunnen we, als het ooit zover zou komen, moeten we daar natuurlijk verder over nadenken. Maar het zou gaan om een initiatief ter financiering van burgerinitiatieven in de zorg en de duurzame energieopwekking. En in het wonen bijvoorbeeld, wooncoöperaties. Naar mijn idee zijn de financiële risico's voor de gemeente gering. Dus in plaats van subsidies aan te bieden, biedt de gemeente laagrentende leningen aan. Die worden begeleid door terzakenkundige sectorspecialisten. Dat is het model weer van de regionale landesbanken. Hè? Dus het is geen anonieme bank. Je werkt met mensen die begrijpen waar jouw initiatief over gaat. En die kunnen zeggen, nou, doe maar niet. Er zitten nog te veel risico's aan. Of waarom werk je het niet verder uit? Of ja, daar zit wel wat in. Dat is ook, die publieke banken die kunnen ook langlopende leningen uitzetten. Hè? Dat heet geduldig geld, patient money. Die hoeven niet meteen hun geld terug te verdienen. En ik leg ook uit hoe je zo'n publieke bank, zo'n gemeentebank, zo kan opzetten, de governance ervan zo kan opzetten, dat burgers daar ook zeggenschap over hebben. Dus dat het een democratische gemanagede bank is. Want dat is natuurlijk het hele grote probleem met commerciële banken. De hele geldsector staat buiten elke democratische besluitvorming. We hebben er geen zicht op. We kunnen niks zeggen. We hebben niks te zeggen over hoe geld besteed wordt. Hoe geld geïnvesteerd wordt. En nu gaat het, en dat weten we allemaal, naar de aardolieindustrie. Net weer gelezen vandaag dat een van de grote hedge funds nog steeds 85 miljard dollar heeft zitten in steenkool. God beter het. Op dit moment in de klimaatcrisis. Dus daar moet democratische zeggenschap teruggenomen worden over zowel de geldproductie als de investering van geld. Nou, laat ik het daarbij houden en dan kunnen we er verder over praten. Nou, dankjewel Henk voor je heldere exposé. Bij mij spookte wel meteen die Zuidas die in een paar jaar tijd uit de grond gestampt is. Als een soort negatief van jouw verhaal. Dat is een goed voorbeeld, Martin. Ja, want dat is snel geld. Hè? In de tijd dat die gefinancierd werd, was de aanname, kantoren, daar kunnen we veel aan verdienen. Nou, die ballon is nu doorgeprikt in de pandemie. En die zal ook nooit meer opgeblazen worden op de manier zoals die was. Maar het was een ballon. En de rendementen waren hoog en snel. Sorry, ja. Onderbreek. Maar dan zitten we straks met heel veel kantoren terwijl iedereen thuis werkt. Ja. En dan hebben we de Van Haga's en de Van Oranjes die daar dan woningen van gaan maken als we niet oppassen. Ja, niet uitkijken.
Ja. Maar goed, dus dankjewel voor het verhaal. Ik spookte ook even de gemeentegiro door mijn hoofd. Ooit heeft Amsterdam ook zijn eigen bank gehad. Ja. Nog niet zo lang geleden. Met allemaal prachtige vormgegeven blauwe brievenbussen in de hele stad. Waar je, opgegaan in de ING-bank. Hè? Ja, allemaal via de postbank in de ING-bank. Ja. 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 Dus zo'n vreemd verhaal is het niet. Zo utopisch is het ook niet. Nee, nee. Commons Bank. Dat gaan we vanavond niet voor elkaar brengen, maar het is wel een heel... Eén vraagje van Nies, van wat dan het verschil is met een Triodosbank? Is dat dan het in de democratische gehalte vergelijken als je vanuit de gemeente Amsterdam een bank zou hebben? Of... Nou ja, ik ken de Triodosbank niet goed. Ik weet niet hoe precies hoe die georganiseerd is. Ik weet wel, het weinige wat ik weet is, wat is het, die coöperatie... Ik zit in Wenen, dus dat verdwijnt soms mijn Nederlandse kennis. Maar een Triodosbank is bij mijn weten een gewone bank die wel probeert te investeren in groene doelen, mag ik maar zeggen. Dus dat is dan beter. Maar het zou nog beter zijn als die in de handen was van burgers of van de overheid met burgers. Ik geloof niet dat het een coöperatie is. Rabo, ja. Oh, het is wel een coöperatie, lees ik hier. Nou, maar de Rabobank was ooit een coöperatie en is natuurlijk van nu volledig gecommercialiseerd. Er is weinig van over, van die coöperatieve spirit. Ja, ja. Dus dat is een geschiedenis met een parallel naar de woningcorporaties, coöperaties, denk ik. Want ook dat, die zijn steeds meer gecommercialiseerd. Daar gaan we straks in het tweede deel over hebben. Dat is ook ooit begonnen als met dubbeltjes en kwartjes gefinancierd en verder gebracht. Zijn er anderen die nog vragen hebben naar aanleiding van Henk zijn verhaal? Zo niet, dan wil ik eigenlijk Clemens en Josta even naar voren halen, in de zin van dat zij ook aangaan met het geluid. Want jullie gaan straks een verhaal houden. Dat verhaal dat gaat richting wooncorporaties. En mijn vraag daarbij is, misschien kunnen we daar al even op brainstormen. Is dat nou hetzelfde als een common? Zijn jullie, met die voorbeelden die jullie gaan vertellen, aan het commonen, om dat werkwoord maar te gebruiken? Ik wil wel een aftrap geven. Een wooncoöperatie. Ik leg even heel kort uit wat het is. Hè. We kennen een corporatie. Dat is een instituut volgens de woningwet. Die voor bepaalde inkomens woningen verschaft. En dat zit in de woningwet. Daar moet je aan allemaal regels voldoen. Dat is behoorlijk, zeg maar, overheid gestuurd. Kenmerk van een wooncoöperatie is dat het een initiatief van bewoners, van leden zelf is, die zelf in hun voor hun betaalbare woonruimte voorzien. En dat voor een voordeel ook beheren. Het is een zelfbestuur, het is een democratisch instituut. En het voorziet in wonen. Het is in de landen om ons heen een relatief veel voorkomende vorm. Tenminste in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavische landen. Hoewel er ook grote verschillen zijn. In Nederland is het nog niet zo op gang. En dat komt voor een deel ook omdat we heel lang in Nederland een volkshuisvestingssector gehad hebben. Die heel goed in staat was om veel betaalbare woningen te produceren. En nou ja, inmiddels hebben jullie gemerkt dat wat anders loopt. En dat is er een van de redenen waarom een heleboel mensen op dit moment die wooncoöperatie, ook al een lang bestaande vorm, opnieuw uitvinden. Is dat per definitie een commons? Nee. Maar je kunt er wel een commons van maken. Misschien is dat verder moeten we straks maar op ingaan hoe en wat je dat doet en wat daar precies de kenmerken van zijn. Ik had me nog niet voorgesteld, ik ben Clemens Mol, ik werk bij Woon en ik ben programmaleider wooncoöperaties en ondersteuner van wooncoöperaties. Oké, nou,
heel goed dat je dat al gedaan hebt. Kun je iets vertellen over woon, wat dat is? Want met een uitroepteken aan de voorkant. Ja, uitroepteken woon is... vroeger had je het Amsterdam Steunend Wonen en de verschillende huurteams. Dat is gefuseerd tot woon. En wij helpen heel veel bewoners als het gaat om... als ze problemen met hun huisbaas hebben... En iets met de huren moet gebeuren of met een huurovereenkomst. Als het dak lekt, dan kunnen we je helpen om een procedure tegen de eigenaar bij de huurcommissie te starten. Andere ding is wat we doen, we helpen bewoners met een initiatief. Dus als bewoners interesse in hebben in het oprichten van een wooncoöperatie, dan helpen we ze ook. Daar ben ik dan voor. Oké, ja. En een wooncoöperatie is iets anders dan een woongroep? Of kan ik me daar... Ja. Een woongroep, laten we zeggen, dat kan ook... Ja, je kunt ook in koopwoningen kun je ook een woongroep beginnen. Je kunt bij een corporatie een woongroep beginnen. En dan is dus het kenmerk dat je, ik zeg maar, gezamenlijk bij het wonen dingen gezamenlijk doet. Een wooncoöperatie zegt echt iets over de vorm, hoe je het wonen organiseert. En ik sprak het al aan, democratische vorm. Dat kan natuurlijk ook verder gaan dan democratisch. Maar dat je ook nadenkt over de, laten we zeggen, de organisatie van de financiering van het wonen. Je bent, prosumer wordt het wel genoemd, en je bent ook voor een deel producent van het betaalbaar wonen. En dat is een groot, laten we zeggen, dat kan dus een woongroep zijn, maar dat hoeft niet. Oké, want je bent geen huurder en je bent geen koper, maar je bent er iets tussenin. Het zit er een beetje tussenin, alhoewel heel vaak zie je dat, tenminste dat is de vorm waar Amsterdam nu heel erg op zet, en dan richt je een coöperatie of een vereniging op en die verhuurt de woningen aan de leden. Dus je wordt lid van een vereniging die de woning aan jezelf verhuurt. Dus op die manier, laten we zeggen, ben je wel huurder, maar niet van een corporatie. Dus het zit er een beetje tussenin. En nou weet jij ook dat Amsterdam die kant uit wil. Ik zag zelfs iets van 10% van woningcorporaties in 2040. Ja. En nou zag ik de wethouder alweer mopperen dat het Rijk dat dwars ligt. Oftewel, het is een mooi streven, maar dat gaan we niet halen. Zo hoorde ik het een beetje. Oh, dat gaan we wel halen hoor. Of tenminste, nou ja, wordt het 9,5%, dat kan ik ook mee leven. Of 11 of zo. Waar op dit moment aan gewerkt wordt, en dat is best wel ambitieus, is dat er binnenkort, of tenminste de komende 2-3 jaar op korte termijn 13 locaties beschikbaar komen. En om maar meteen op die bank door te gaan, de gemeente Amsterdam komt ook met een fonds voor wooncoöperaties. Daar gaat 50 miljoen in en dat maakt het mogelijk voor wooncoöperaties om naast de bancaire lening geld te lenen om het initiatief betaalbaar te houden. Dus men zet daar nadrukkelijk op in. En dat is ook gedragen door niet alleen maar de wethouder, maar door het hele college. Oké, dus daarom durf jij wel te stellen dat over 20 jaar 10% van de woningmarkt in Amsterdam uit wooncorporaties zal bestaan? Nou, ik ben gestopt met voorspellingen maken. maar dat, laten we zeggen, dat is wel het streven en heel duidelijk de ambitie. En in die zin, omdat de gemeente dat zo nadrukkelijk uitspreekt, eist de wooncoöperatie in Amsterdam naast corporatiewoningen en naast koopwoningen en beleggerswoningen een rol op. En ik denk dat die uitspraak van de gemeente, wij zien die rol en we geven dat plaats, dat is heel belangrijk. Dan is het niet één initiatiefje wat het gaat doen, nee. Dit biedt aan veel meer Amsterdammers een kans. Bestaan ze al? Kun je iets beschrijven van zo'n wooncoöperatie? Ja, we hebben een aantal initiatieven in de pilotfase. Dat is de Nieuwe Meent, daar horen we straks meer over. De Warren, het centrum Eiland Eiburg, die gaan binnenkort bouwen.
En dat wordt dan de eerste nieuwbouwwooncoöperatie in Amsterdam. Het Baaisdorp, dat wordt een menging van wonen en ateliers. Die gaan binnenkort bouwen. Er zijn ook een aantal nieuwe initiatieven buiten Amsterdam. Ecodorp Boekel is daarvan een voorbeeld. Dus in Brabant, dat is een initiatief wat bouwt. Dat zijn de wat nieuwere initiatieven. We hebben ook een hele klassieke coöperatie, de samenwerking. En ja, daar zijn de meningen verschillend over. Maar het is wel een organisatie die middenhuren in Zuid neerzet, of al 100 jaar heeft. En daar ja, voor middenhuur betaalbare woningen aan. Ja. En dat is in Zuid natuurlijk behoorlijk apart, zeg maar. Ja, dan breng je het meteen ook bij, want dat is, daar zijn ook wel discussies over, ook een toelatings- of misschien meer dan toelatingsbeleid, ja. Dat een ballotageachtig ding lijkt. In termen van een witte middenklasse bolwerk in de stad. In hoeverre zijn dit ook die nieuwe initiatieven typische voorbeelden van hoogopgeleide middenklasse dingen? Of zit daar ook kans om mensen die nu in sociale huisvesting zitten, om daar aan mee te gaan doen? Nou ja, het probleem van wooncoöperaties is op dit moment bij ieder loket waar je komt, dan krijg je, oh, dat kennen we nog niet, dat moeten we uitzoeken, weten niet of het kan. En dat zorgt ervoor, wat ik altijd sarcastisch zeg, is dat je, om dit te kunnen, moet je 3 marathons lopen en nog 6 triathlons. En dan moet je nog polsstok hoog springen. En dan krijgen de bewoners die dat lukt, die krijgen dan de kritiek dat ze dat gedaan hebben. Ja, het is dus moeilijk. En daarom ben ik zo blij dat de gemeente ook met een fonds komt. De procedure voor een, voor grondselectie anders maakt of verandert. Waardoor het laagdrempeliger en makkelijker wordt. En dan zullen er nog steeds wooncoöperaties zijn die, laten we zeggen, nou, de ene zal misschien wat ouder zijn en de andere wat jonger en de volgende voor studenten. Maar de menging zal denk ik veel breder zijn. Dus ik denk, ik bedoel, we zijn maar net begonnen. En ik denk dat het, laten we zeggen, een stuk makkelijker gaat worden. Oké. Zouden wij met Commons Labs dit idee kunnen adopteren? Kijk, Commons Labs hebben wij vooral ingevoerd om Amsterdam van onderaf te bekijken. In plaats van de neiging bij alle innovaties het altijd van bovenaf. En met de positieve energie van mensen die hoog opgeleid en geld en noem maar op hebben. Zouden we dit kunnen adopteren? Zouden we bijvoorbeeld het idee wat Henk net al een beetje uitwerkte van een Commons Bank kunnen koppelen aan het creëren van wooncoöperaties voor die groepen waar we ook veel contacten mee hebben binnen de Commons die wij in het lab hebben langs laten komen, om op zijn minst aan die triathlon mee te gaan doen? Nou, ik ben zelf lid van een Belgische bank, NieuwB. En die zijn eigenlijk ontstaan vanuit een financieringsbehoefte van een heleboel sociale en coöperatieve initiatieven die moeilijk geld kregen. Dus er was een beweging en die had een bank nodig. Dus als je een bank wilt oprichten in het kader van gemeenschapszin en coöperatieve gedachten, dan moet dat geld ook ergens in geïnvesteerd worden. En wat is logischer om dat in wooncoöperaties te doen? En dat is een van de redenen, is geen commonsbank, maar dat bijvoorbeeld de meeste initiatieven die nu draaien qua wooncoöperatie, die worden gefinancierd via een coöperatieve bank in Duitsland, omdat die het begrijpen. En overigens beginnen de Nederlandse banken weer ook te komen. Zo wordt het weer makkelijker. Maar ja, daar ligt een kans. En ja, Daar ligt een samenwerking. Kun jij, want jij was ook betrokken of had contact met zo'n initiatief in Duitsland dat al heel lang bestaat. Kun je daar iets over vertellen hoe dat dan de stormen van het neoliberalisme doorstaan hebben? Duitsland kent 2,4 miljoen woningen in coöperatiebezit. Maar er zitten ook heel veel oude en wat elitairdere wooncoöperaties bij, om het zo te zeggen. Samenwerkingachtig. Bijvoorbeeld. Ja.
Ik ben zelf lid van het niet-voorzitterssyndicaat, die zich juist richten op wat kleinere initiatieven, waarbij ook heel duidelijk verankerd is twee dingen. We willen niet dat er een grote centrale ontstaat waar ze alles voor ons regelen, want dan ben je comments kwijt. En dan ontstaat er ik noem het maar even financiële elite, die op een gegeven moment gaat bedenken, we moeten hier het bestuur moderniseren en dan weten we hoe het gaat. Dat is één ding. En het andere ding is, een initiatief kan niet de woningen verkopen. Okay. En die twee dingen zijn geborgd in de organisatie. Ze zijn uit de markt gehaald, die woningen. Juist, die zijn op die manier uit de markt gehaald. En er komen, ik zag laatst het waren 160 wooncoöperaties of initiatieven die zich daarbij aangesloten hebben. Van heel groot tot heel klein. En toen ik in 2015 me aansloot, toen waren er nog 90. Dus het groeitempo van die organisatie is ontzettend hard. Ja, ja. Misschien even kijken of naar aanleiding van jouw interessante verhaal vragen zijn. Anders heb ik er nog wel een paar. Maar... Ik zag Josta ook eventjes met haar hand omhoog. Ja, ik kan misschien straks nog wat toelichten. Ja, jij gaat straks een voorbeeld ook geven. Waar je bij betrokken bent in Oost. Begreep ik. Ja. Ja. Ja, dus er staat qua nieuwbouw en nieuwe initiatieven heel veel nog in de stijgers. En misschien dat we daar nog even van... wat voor verband is dat dan? Wat dat begeleidt en qua governance ondersteunt? Zijn dat allemaal losse kleine groepen of is daar een gemeenschappelijk ding in Amsterdam? Er is op dit moment een platform van wooncoöperaties wat kennis uitwisselt. Wij geven basiscursussen aan initiatieven, maar er valt aan kennisoverdracht, verbreding, laagdrempelig maken, daar zijn we voor een deel net mee begonnen. En dat zullen denk ik een aantal mensen die ook een beetje mee bezig zijn beamen. We hebben wat dat betreft echt nog wel een weg te gaan om het gedachtegoed van die wooncoöperatie en hoe werkt dat nou, te verbreden. En ik wil wel één ding heel duidelijk zeggen. Hopelijk wordt het wat minder, wordt het wat een eenvoudigere sportieve oefening, minder marathons. Maar uiteindelijk begint die commons ook met het besef dat het regelen van gemeenschappelijke zaken niet iemand anders voor jou moet gaan doen. Ja. En op het moment dat je dat namelijk doet en je geeft die persoon de macht, ja, dan ben je dus je commons kwijt. Ja. Daar zit altijd wel een spanningsveld in. En dat is denk ik ook heel een uitdaging voor het idee commons om een grotere groep te bereiken. Ja, ja. Want je wil juist dat evenwicht houden, niet het klantgedrag en ook niet het bezitsgedrag. En ja. Het particulier bezit met alles wat daar aan voortkomt over erving en markt, dat wil je ook remmen. Dus in die zin is dit in ieder geval vanuit een bepaalde idee ook een oplossing voor de ontwrichte woningmarkt die we nu hebben. Omdat die in Amsterdam klem zit met de gentrification en al dat soort processen. Ik zie Renier zijn hand opsteken. Nou, als ik wel voordat de vraag doorgeef, één ding ter afbakening. Ik geloof natuurlijk heel erg in de principe wooncoöperatie. Ik denk dat het een hele belangrijke bijdrage aan de woningmarkt kan leveren. Maar dat het een oplossing voor alles is. Wooncoöperaties bieden een hoop mensen die gewoon een woning nodig hebben, een woning aan. Dan moet je wel lang ingeschreven zijn, maar dan heb je hem ook. Ja. En laten we zeggen, dat is ook een belangrijke functie. Coöperaties gaan dat niet zomaar, maken andere elementen op die woningmarkt niet overbodig. Nee. Een mooi bruggetje naar de vraag die ik had.
Martin zei het ook al, hè? Of heel diplomatiek, in hoeverre het haalbaar is en in hoeverre ook andere doelgroepen dan elitaire hoogopgeleide. Nou ja. Nog zo wat, mooi allemaal die huizenmarkt, maar we hebben in Amsterdam ook heel veel daklozen. En we hebben ook in de MOPV, maatschappelijke opvangbeschermd wonen, daar worden honderden miljoenen in rondgepompt in Amsterdam. En daar, nou ja, daar valt genoeg over te zeggen. Als ik luister naar jullie gesprek, dan lijkt mij zo interessant om te kijken of een groep daklozen kunnen ondersteunen om zelf initiatief te nemen met deze vorm om het op te eisen. Waarbij het ook een ander doel dient. Hè? Dus voor mij gaat het niet alleen om het behouden van de zuivere common spirit, maar het gaat er ook om dat als het over wonen gaat, dat de Amsterdamse woningmarkt in toenemende mate niet meer toegankelijk is voor mensen die daar vroeger nog wel in terecht konden. Dus ook dat is ook een politieke discussie die we met z'n allen moeten voeren. Willen we een stad zijn alleen maar voor de bovenkant en de onderkant? Of willen we een stad zijn die divers is en die ook open staat voor mensen om hier te leven? Dus in die zin dacht ik, gooi een bolletje bij je op. Ja. Maar hij is misschien vreemd, maar laat eens weten, Clemens. Begrijp je waar ik naartoe wil? Ja, ik weet het heel goed. Maar eigenlijk gaat het dan om doelgroepen. Dat is het heel vervelend woord, want dat mag, beleidsmakers mogen het er niet meer over hebben. Nee, het gaat niet om doelgroepen, het gaat om mensen. Ja, natuurlijk. Maar dus de vraag naar Clemens is, in hoeverre die differentiatie of diversiteit aan afstand tot woonmogelijkheid kleiner maken. In hoeverre dat... Kijk, vroeger werd dat in feite aan de woningcorporaties overgelaten om sociale huisvesting mogelijk te maken voor de groepen die qua inkomen, et cetera, niet zoveel mogelijkheid hadden. Die markt is afgekalfd. Ze hebben veel verkocht ondertussen. En ze hebben ook veel macht verloren. Ze moesten allemaal aan steeds meer eisen voldoen. Dus er is een zekere zin het gat gevallen. En zo hoorde ik even jouw verhaal. Dat gat kunnen we misschien wel ook voor een deel op deze manier vullen. Met die woningcoöperaties. Klopt dat? Klopt. En dan kunnen we vervolgens welke gaten we dan prioriteren en of dat dan op die manier meegenomen kan worden in dit denken over wooncorporaties. Oei, is dat... Dus beginnend, kijk, kunstenaars hoorde ik net, oké, dat is duidelijk. Maar dak- en thuislozen, het initiatief je eigen stek, zou dat een woningcoöperatie kunnen worden? Ik weet niet of je daar bekend mee bent in de pijp. Nou, als ik daar persoonlijk even vanuit mijn gedachte, volgens mij hebben die mensen gewoon behoefte aan een woning. Ja. En moet dat gewoon snel geregeld worden. En dat is nou een groep waar ik zeg van, laten we dat eerst doen. En niet praten over economische participatie. Weet je, eerst een woning en dan gaan we dat gesprek daarna over een wooncoöperatie met ze aan, om het zo te zeggen. Laten we zeggen... Eigenlijk zeg jij nu, bij een wooncoöperatie komt meer kijken. En er zitten allerlei rollen, als het ware, aan dat wonen verbonden. Wil dat lukken, moet je ook in die rollen actief kunnen zijn. Nou, ik vind het gewoon... Nou, laten we zeggen, ik heb er ethisch enigszins een probleem mee om mensen die gewoon dakloos zijn... Weet je, daar moeten we als maatschappij, dat vind ik gewoon, het dakloosheidsprobleem heel snel oplossen. Omdat dat het begin van deelname in de gehele maatschappij is. Zonder woning is dat gewoon een probleem en word je uitgekotst door het hele ambtelijke systeem wat we hebben. Omdat je nauwelijks een adres hebt en de hele toestand die eromheen zit. En dat moet gewoon eerst, zeg maar, opgelost worden. En dan gaan we daarna eens kijken, weet je,
vaak zijn er nog gezondheidsproblemen, dat soort dingen. Dus daar moeten we het helemaal niet over hebben. Die mensen moeten gewoon een woning hebben. En daarna kun je kijken van hoe kun je groepen, laten we zeggen, wat kunnen ze verder doen, wat willen ze, hoe kun je ze weer regie geven. Maar dat is een discussie daarna. Dat wou ik alleen maar zeggen. Oké. Okay. Renier nog? Ik vermoed dat Josta ook hier wel iets over te zeggen heeft, over dit precies het onderwerp. Maar dat het ook wel slim is om ook even nog even over te gaan naar de nieuwe gemeente. Oké, zullen we dat dan eerst doen? Want dan krijgen we die invulling. We hebben nu een beeld van, er zijn bepaalde groepen die een grote nood hebben aan wonen, maar die misschien toch niet per se meteen in dat model van die wonencoöperatie passen. Ja. Misschien kan ik inderdaad toch inleidend even kort iets zeggen, want ik vind het wel interessant inderdaad de vraag of in hoeverre wooncoöperaties elitair zijn. Want Clemens zei, dat je moet 3 marathons lopen. En nou ja, waar die marathons uit bestaan is eigenlijk, je hebt natuurlijk heel veel gemeentelijke procedures waar je doorheen moet en die je je eigen moet maken op de een of andere manier, want ja, het principe is dat de wooncoöperatie niet uit professionals bestaan. Dus ja, we kregen te maken met een enorme hoeveelheid. We hebben onze wooncoöperatie in 2018 opgericht. We zijn nu zover dat we... We bouwen inderdaad in Oost en we zijn nu zover dat we over een paar maanden, als het goed is, de bouwvergunning aan kunnen vragen. En we hebben dus een ontwerp wat al bijna af is en zo. En we hebben dat ook met de gemeente doorgesproken. En waar je dus mee te maken krijgt als je een vereniging opricht die dan leden heeft en die van plan is om huizen te verhuren aan leden, is dat je enorme hoeveelheid juridische procedures en gemeentelijke voorwaarden over je heen krijgt die je moet kennen. Dus dat is één ding. En het tweede is dat eigenlijk, denk ik, wooncoöperaties ook niet zo divers zijn, omdat de financiering vrij ingewikkeld is en je het eigenlijk niet voor elkaar krijgt zonder dat de leden ook een eigen inleg betalen. En wij hebben dus de eigen inleg van €4.000 en dat is laag vergeleken bij andere wooncoöperaties. Maar dat neemt niet weg dat er mensen zijn die dat niet kunnen betalen en die dus geen lid kunnen worden. En toen hebben we wel geprobeerd om te zeggen van, nou, misschien zijn er mensen die wat meer kunnen betalen en dan kunnen anderen wat minder betalen. Maar die reserves bleken in de groep best wel beperkt te zijn. Want ja, we zijn natuurlijk allemaal mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Bijna allemaal tenminste. Dus we hebben gewoon grenzen waar we daarmee te dealen hebben. Ik weet niet zeker in hoeverre ik nog iets uit moet leggen over ons project, omdat jullie misschien een beetje in het duister tasten. Nou, om te beginnen, het heet De Nieuwe Meent. Ja. Ja. En het is, begrijp ik nu, een project wat al 2 jaar loopt en nu richting bouwen gaat in Oost. Ja. Wie zijn wij? Ja, wij zijn een groep mensen die elkaar hebben leren kennen. Ja. Oorspronkelijk via het woonproject Nieuwland, wat ook in Oost is. Maar inmiddels zou ik zeggen dat de groep zover uitgedijd is, omdat er toen ook weer vrienden bij kwamen van mensen die erbij betrokken waren en daarvan weer vrienden. Dus wij is eigenlijk een los samenhangende groep mensen die besloten heeft om dat ze in de nieuwe meent willen gaan wonen als het af is. En op dit moment zijn we met 21 leden, voor zover ik, als ik dat goed heb. En dan probeer je een huisvesting samen te ontwikkelen, zodanig dat die passend is voor 21 losse leden of allerlei samenlevingsvormen, ook op de groei qua generaties, veranderingen die je gaat krijgen. Ja, nou het gebouw, ik post even onze website hier, dan kunnen jullie meteen even kijken. Het gebouw bestaat uit 15 sociale huurwoningen, 15 individuele huurwoningen, waarvan de prijs onder sociale huurgrens zit en waarvoor mensen ook huursubsidie kunnen krijgen.
en 5 woongroepen. En elke woongroep bestaat uit 5 kamers met plus gemeenschappelijke ruimte. Maar de verdiepingen zijn flexibel in te delen. Dus afhankelijk van wat mensen graag willen, zou je met 4 tot 6 mensen, als er kinderen bij zijn, misschien 7 in een woongroep kunnen wonen. Dus dat is een beetje aan iedereen zelf overgelaten. En de woongroepen vallen, daar kunnen ook mensen in wonen die meer verdienen dan de sociale huurgrens. Maar de huren vallen onder, daar heb je een apart puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte. Dus de huren vallen daaronder. Die zijn sociaal, zou ik zeggen. Hoewel het niet officieel zo gedefinieerd is. Oké, dat geeft een beeld. En dat is, je zegt, aan de ene kant is het een taaie traject om allerlei redenen. Er zit dus ook een sociale kant aan. Je kan zeggen, de groep was klein en die is gegroeid. En dan ga je toch, dan komt er misschien wel iets van selectie of ballotage of wat dan ook. Ik weet niet of dat gebeurt, maar dat is dan spontaan. Ja. Maar er zit dus ook de relatie naar de gemeente en naar vergunningen en dat soort zaken aan vast. En je zegt, daar moet je behoorlijk in thuis zijn, anders gaat het je niet lukken. Ja, nou dat is gewoon ingewikkeld. Zeg maar als verhuurder van woningen heb je een behoorlijke verantwoordelijkheid en zit ook behoorlijke regulering aan vast. Dus daar moet je je wel aan houden. Dat is, wij liepen bijvoorbeeld tegenaan dat we aanvankelijk dachten dat we meer huur konden vragen voor het wonen in de woongroepen, omdat er ook mensen kunnen wonen die meer verdienen. Dat bleek niet te kunnen, omdat we toen achterkwamen dat daar dus ook een puntenstelsel voor is waar we ons aan moeten houden. En dat had dus invloed op onze business case, omdat we minder huur konden vragen. Nou ja, dat soort dingen. Dat moet je allemaal mee dealen. Ja. Maar het betekent niet dat die mensen die te veel verdienden uitgesloten werden. Ze konden nog steeds meedoen. Ja, want voor onzelfstandige woonruimte geldt er geen inkomensbovengrens. Dus. Misschien kan ik iets vertellen over hoe wij ons financieren, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om. De financiering is dus, het begint er, ik zal maar zeggen dat het heel krap is, want de begroting van ons gebouw is ongeveer 6 miljoen, dus dat gaat het kosten om het te bouwen. Daarvan financieren we 75% via een bank, de GLS-bank in Duitsland. Ik zie hier een vraag, waarom is de website in het Engels? Er is een Nederlandse versie van de website. Er zit bovenaan een knopje Nederlands. 75% financieren via de GLS-bank, dat is een coöperatieve bank in Duitsland. En dan heb je dus de overige 25% nog over, want wij krijgen een lening alsof we een bedrijf zijn en geen hypotheek zoals een huizenkoper. En dan financieren we daarvan een deel met allerlei leningen van de overheid. Dus bijvoorbeeld er is een Noord-Hollands Fonds voor Duurzame Ontwikkeling. Dat geeft leningen voor dit soort projecten. En 13% van het bedrag financieren we via crowdfunding. Dus dat betekent dat we van allerlei mensen, voor het geval hier mensen zijn die daar interesse in hebben, wij verkopen obligaties. Dus dat betekent dat mensen een lening aan ons geven. En daar betalen we dan uiteindelijk ook, daar betalen we rente over. En dat is de manier waarop we de rest financieren. En dat kan niet anders, omdat er geen andere financieringsbronnen beschikbaar zijn. Het is natuurlijk ook goed als zo'n project door de gemeenschap wordt gedragen. Maar ik moet wel zeggen dat de financiering ingewikkeld is. Omdat we dus naast die bank leningen en die crowdfunding nog allerlei andere leningen en subsidies aan elkaar moeten rijgen. En het is wel zo dat
als er eentje misgaat, dan hebben we wel meteen een probleem. Dus het is heel goed in de gaten houden van allerlei subsidie-deadlines en subsidiemogelijkheden. En waarom zou het via die Duitse bank niet voor 100% gefinancierd kunnen worden? Ik zoek naar simpeler vormen. En ik ga er maar even vanuit dat die Duitse bank zoiets is waar Henk het net over had. Dus een... Nou, die Duitse bank is eigenlijk zoiets als de Triodos. Dus mensen zijn daar aandeelhouder van. Nou, dat zijn gewoon de regels voor banken. Dus voor dit valt eigenlijk onder commerciële vastgoedfinanciering. Dat kun je nog op. En daarvoor mag je maximaal 75% lenen. Ja. Dus een consument die een hypotheek, zeg maar, een individu die een hypotheek krijgt voor een huis, die mag 100% lenen in Nederland. Maar een bedrijf dat een gebouw financiert mag 75% lenen. En de rente ligt ook hoger dan voor een hypotheek. Ja, dus daar zijn we gewoon aan gebonden. Iets anders waar we aan gebonden zijn is bijvoorbeeld dat kwam net even voor in de presentatie van Henk, is de afbetalingstermijn van 30 jaar. Dus wij moeten die banklening binnen 30 jaar terugbetalen. En dat betekent dat we ook minder kunnen lenen. Want als we langer zouden hebben om terug te... Zeg maar, de huur wordt niet hoger die we binnenkrijgen. Dus we verdienen hetzelfde en we moeten het binnen die tijd terugbetalen. Ja. Dus dat maakt onze financiering krapper. En dat maakt dat het allemaal echt net kan, zeg maar. Als je kijkt naar de bouwkosten en de kosten voor de grond en de huur die we vragen. De huur kan niet omhoog, maar we willen natuurlijk ook niet een hele hoge huur vragen. Want we zijn ook opgericht juist om betaalbaar wonen te bieden. Dat is echt, het is echt heel krap. Dus het lukt allemaal net. Nou ben jij ook correspondent bij de Correspondent voor wonen. En je bent ook eigenlijk nu een ervaringsdeskundige van hoe zou je het op een andere manier kunnen doen. Met vallen en opstaan is dat gebleken. En het verhaal van Clemens net was alsof de gemeente het iets makkelijker gaat maken. Dat er een fonds komt. Wat hebben jullie nog geen gebruik van kunnen maken, begrijp ik. Nee, het is geloof ik nog steeds onduidelijk of we daar gebruik van kunnen maken. Ja. We hebben het daar wel over gehad met de gemeente, ja. Ja, want het zou het dan iets makkelijker kunnen maken. Nou, dat is weer een deel van de financiering dat je dan binnen hebt. Dat fonds bestaat in totaal uit 50 miljoen, waren de plannen, geloof ik. Ik weet niet of dit al definitief is. Maar en ik weet niet hoeveel ze dan per project willen lenen, maar dat zou een deel van de financiering kunnen zijn. Ja, ja. Oké, nou, het beeld begint duidelijker te worden. Noem jij het nou ook common of commoning, wat jullie aan het doen zijn? Ja, dat vroeg ik me net af. Dat is inderdaad een goede vraag. Het is wel een common in de zin van dat wij eigenaar zijn van het project met z'n allen. Dus het is gemeenschappelijk. Het is eigendom van het collectief. Dus in die zin is het een common. Ik natuurlijk de toch wat commerciële financieringskant. Ja, daar kun je afvragen of dat beter zou kunnen. Of dat nog meer in lijn met de commons zou kunnen zijn. Maar Ik wil het even iets op zeggen. En ik geloof dat Marlijn ook nog een opmerking of een vraag had. Maar wat ik dacht van ja, het is jammer dat we hadden de opzet eigenlijk anders kunnen doen van vanavond. Dat we Henk Wagenaar hadden gevraagd om het op de meetlat van de commons te doen van Ostrom. Om te kijken van hoe ver is de wooncoöperatie nou een commons. En als ik hem gewoon zelf zou beantwoorden, is het denk ik gewoon heel erg afhangend van per wooncoöperatie. Dus de ene wooncoöperatie veel meer een commons dan de andere. En nou zie ik wel op de website van de Nieuwe Meent dat ze zich expliciet als een wooncoöperatie met de principes van commoning zich zo identificeren en neerzetten. En ik geloof dat ze daarin voornamelijk ook verwijzen naar de manier waarop beslissingen gemaakt worden als bewoners, als leden van de
coöperatie, toch, Josta? Ja, dat klopt. De beslissingen dus, dat wij beslissen allemaal samen over wat er, zeg maar, ja, over hoe het gebouw eruit ziet. En alle beslissingen die worden genomen zijn gemeenschappelijke beslissingen op basis van consensus. Maar wat het ook is dat wat daarmee wordt bedoeld, is het samen produceren en gebruiken van resources. En in dit geval is de resource dus wonen, het gebouw. En ook energie natuurlijk, want het gebouw heeft ook energie nodig. Ja, en waar wij natuurlijk stiekem op hopen, dat het ook iets een sociale impact gaat krijgen. Dat je daar in Oost, dat meer is dan dat je daar een enclave bent, ja, die verder geen uitstraling heeft met de rest van Oost. Nou, dat zit ook heel sterk in het concept van ons project, dat we contacten hebben met de mensen die om de plek heen wonen waar wij gaan bouwen. En ook met hen erover nadenken wat we gemeenschappelijk kunnen organiseren. En wat in welke zin zij gebruik kunnen maken van ons toekomstige gebouw. Wat je ook trouwens ziet, wat eigenlijk wel heel positief is, dat woonprojecten in Amsterdam en daarbuiten elkaar ook financieren. Dus wij krijgen ook leningen van andere projecten die al langer bestaan. Zodat wij zelf kunnen bouwen. En we zijn ook van plan in de toekomst. Op een gegeven moment genereert ons project kapitaal om dat kapitaal te gebruiken om weer andere projecten te financieren. Dus... Ja, mooi. Dus dat solidariteitsprincipe, dat krijgt ook op die manier gestalte. En dat is soms over lange termijn en soms al direct, wat jullie nu merken. Nies, kan jij Nies even aanzetten, Kees? Die had een vraag. Ja, Nies die kan unmuten als ze wil. Ik geef daarna ook meteen even het woord aan Merlijn. Dan hebben we twee vragen voor elkaar. Oké. Ja, vanuit de kraakervaring en ook andere ervaringen met Commons kan ik me vooral heel lange vergaderingen herinneren. Ik vroeg me af of er inmiddels een wat snellere, misschien wat fijnere overlegstructuur is bedacht. Daar was ik heel benieuwd naar. Goeie vraag. Wij hebben twee gremia. We hebben daar ook eigen woorden voor bedacht. Het ene gremium is de Meentvergadering. En daarbij zijn alle mensen betrokken die de leden van het project, maar ook iedereen die er verder bij betrokken is. Dus dat zijn bijvoorbeeld buurtbewoners en op dit moment ook mensen die toekomstig lid willen worden. En die praten over dat heel veel beeldvorming vindt daar plaats in die vergaderingen. Over beslissingen die moeten worden genomen. En de beslissingen worden uiteindelijk genomen in de meentraad. Dat is onze algemene ledenvergadering. Ik vind het meevallen met de lange vergaderingen. Het is, dat komt niet omdat we dat formeel hebben vastgelegd, maar omdat we ons best doen om niet al te lang over dingen te praten. Fijn. Heb ik nog een vraag? Als je investeert, als ik obligaties koop, ik ben geen ervaren belegger, maar is dat dan belastingaftrekbaar? Of hoe werkt dat precies? Als ik nu obligaties zou willen kopen bij de Nieuwe Meent? Hele goede vraag. Ik heb geen idee. Oké. Nee, ik weet dat jullie een financiële afdeling hebben, dus ik heb al wel eens gekeken hoe en of dat kon. José weet er misschien meer over? Je steekt de hand op. Kan iemand José unmuten? Want ze is al wel aan het praten, maar ik kan haar nog niet horen. Ja, sorry, nou gelukt. Ik zit pas kort bij de CVEG, maar het valt me op dat er heel daadkrachtig en effectief wordt vergaderd via kringen, middenkring en dan vertegenwoordigers van de andere kringen die zijn zorg of nabuurschap of extern of et cetera. Er is een krachtige groep. Het gaat bijvoorbeeld in Ecodorp Lente om 50 volwassenen. Maar er zijn inmiddels 100 leden en het gaat efficiënt en effectief.
wat de subsidie... We zijn bezig om zelf voor ons volgende project, want het ene project steunt het andere, ook qua energie vooral, en natuurlijk know-how, contacten. Er wordt gestreefd naar een SSBI-status, dus dan kun je als ecodorp of ecogemeenschap of coöperatie een soort ambi-status krijgen. En dan kunnen mensen dus belastingaftrek of legaten of erfenissen nalaten, wat heel krachtig zou zijn, zonder dat dat... Nou, afijn, dat levert heel veel op, hopelijk. Bij deze, dat was het. Mooi. Marlijn? Ja, ik had zo net ook al even de vraag over die besluitvorming als bestuurskundige. Vind ik dat interessant. Het grappige is dat ik op de Engelse website kwam. Het feit dat je ook een Engelse website hebt, dat zegt voor mij ook iets over best chic. Het is ook een hele mooie website. Maar op die Engelse website, en dat vond ik interessant, staat bij de beschrijving van de vergadering, wat ik net al las, dat er door middel van consensus wordt besloten. Dat staat niet op de Nederlandse versie, op zich interessant. Een gekke vertaling. Maar wat mij dus bijzonder integreert, en zeker als je met een grote groep, en zeker als je een gebouw ziet, ja, daar heeft iedereen een mening over. En daar wil je misschien helemaal niet te veel ergens in het midden uitkomen. Of dit nou ook gewoon leidt tot grote spanning en tot mensen die weglopen, die zeggen van, nou, dit jongens, als het op zo'n manier moet en hier wil ik niet wonen en ik heb hier al jaren in zitten en zoveel uren en zoveel. Dus het klinkt voor mij een beetje, ook wat José zegt, moet ik eerlijk zeggen, ik denk of zo. Nou, hoe doe je dat dan? Of komt er echt geen kaderspanning of zo? Of er gebleven. Sorry, Martin? Het zijn allemaal vrienden gebleven. Ja, nou, we zijn natuurlijk begonnen met een relatief kleine groep. Met z'n zevenen ongeveer. Tenminste, dat was de groep die echt heel actief was. En we hebben elkaar goed leren kennen. En we hebben ook een heel sterk gedeeld belang. Dus ik denk dat dat uiteindelijk ons bij elkaar... houdt, dat we bij elke beslissing altijd zo denken dat het niet het project, zeg maar, zo'n project is ook heel kwetsbaar, dus je moet ook wel binnen de marges blijven dat het nog wel doorgaat. Tenzij het natuurlijk echt onacceptabel wordt om de een of andere reden, maar dat punt hebben we nog niet bereikt. En het wat ik altijd goed vind werken bij consensusbesluitvorming is dat je jezelf afvraagt hoe sterk bezwaar je ergens echt tegen hebt. Dus dat je niet denkt, zo zou het ook kunnen, maar dat je alleen een veto inlegt als het echt, echt, echt heel erg is. En dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Het is natuurlijk wat we met commoning sowieso zien, dat toch andere gedragsvormen ontstaan. Dat er ander soort mensen, bij wijze van spreken, zich ontwikkelen in die commons die wij bespreken. En dat gaat niet van de ene dag op de andere. Maar het feit dat jouw verhaal begon met het woordje wij steeds, in plaats van ik, dat moet je niet onderschatten psychologisch. Dat je dat gemeenschappelijke doel en ding, dat in die zin is dat een breuk met de cultuur waar we langzamerhand in terecht gekomen zijn. Ja, ik denk dat wij, als ik heel eerlijk ben, dat we ook nog wel kunnen werken aan onze consensusbesluitvorming. Dat we eigenlijk vrij intuïtief begonnen zijn en steeds ietsje beter worden. Maar er is ook een groot onderling vertrouwen dat de mensen die een taak doen, dat die dat ook goed doen. En de architecten hebben ook een heel mooi ontwerp gemaakt. Dus er zijn eigenlijk geen grote conflicten over. Mooi, mooi. Soumadi wil wat zeggen, volgens mij, vragen. Ja. Moet je weer even geopend worden? Oké. Okay. Ja. Goed. Wat mij
Kijk, bij ons in de kerngroep van de Sierpleinbuurt hanteren wij in principe, dat heet een vertrouwensruimte, waarbij we een veilige ruimte voor elkaar gemaakt hebben. Klinkt het, tenminste, ik kreeg de indruk dat jullie toch ook iets in die richting gaan, dat je goed naar elkaar luistert en niet gefocust bent op al die verschillen, maar meer op wat je samen bent. Klopt dat, Josta? Ja, ik denk het wel. Het is, ik vind het moeilijk om er echt een goede uitleg voor te geven. Het is misschien ook voor een groot deel, het is ook een klein beetje pragmatisme natuurlijk. Nou ja, goed, wat ik van mijn eigen project weet, is dat ik in het begin ook helemaal niet erover echt nadacht. Deed ik het ook heel intuïtief. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het wel zinnig was om wat duidelijkheid erover te krijgen, om er met mensen over te praten. En misschien ontstaat er wel iets nieuws, een nieuwe vorm van overleg. En dat is wel heel erg, ja, dat lijkt me toch wel belangrijk om dan te kijken of dat inderdaad zo is en te onderzoeken, hoe praten we er nou over? Wat zijn we nou echt aan het doen? Dus goed, dat is mijn ervaring. Ja. Nou, ik denk dat het voor mij zeker interessant zijn om daar ook nog ietsje meer onderzoek naar te doen, zeg maar, hoe het kan. En wat misschien voor ons nog, ja, mensen nog meer het gevoel zou geven dat ze betrokken zijn in de besluitvorming en dat alle belangen worden gehoord en zo. Ik denk dat dat een ervaring van veel komeling is. Dus in die zin zouden we bij onze labs ook dat kunnen gaan turven. Dit onderwerp, dat hebben we nog niet zo verkend. Van in hoeverre je aldoende elkaar ook, dat je iets anders maakt ook van in de omgang met elkaar. Want jij noemt het net pragmatisch, dat is het zeker ook. Je bent gewoon met iets praktisch bezig, wat ook niet alleen straks in steen gezet wordt, maar ook in het traject daarvoor, in de verbeelding, ben je ook een gemeenschappelijke verbeelding aan het maken. Dat je je ook kan voorstellen hoe dat straks eruit ziet. En als dat niet goed gaat, dat verbeeldingsproces, dat collectiveren van het verbeeldingsproces, kun je enorme conflicten krijgen. Dan blijken de verwachtingen toch uiteindelijk heel, heel verschillend te zijn, terwijl je dacht dat je het over hetzelfde had. Dus dat is heel interessant, dat jullie nu na 3 jaar nog niet, dat er nog geen, wat we in Nederland vaak doen, dat je dan weer 2 groepjes krijgt of 3 groepjes die het met elkaar niks meer te maken willen hebben. Dat gelukt is nog steeds om het goed te houden. Er zijn natuurlijk wel degelijk verschuivingen, hè? Zeker sinds we hebben in augustus de groep uitgebreid met 15 nieuwe leden. En dat heeft wel een... En ik moet ook zeggen dat ik misschien niet het beste op de hoogte ben van wat er sindsdien is gebeurd. Want ik heb... Het is wel echt... Er zit enorm hoge druk op dit soort projecten. En daarom moest ik even een pauze nemen. Sindsdien is er wel ook een nieuwe groepsdynamiek ontstaan. En die gaat ook veel over diversiteit en hoe wij met elkaar praten. En dat heeft zeker conflictmomenten opgeleverd. Maar ik kreeg nu, sinds ik weer ben begonnen, ook de indruk dat dat ook weer tot nieuwe mensen, daardoor ook weer op een andere manier tot elkaar zijn gekomen. Dus tot nu toe lijkt het grotendeels wel de goede kant op te gaan. Zoiets is natuurlijk heel erg... zoiets is natuurlijk heel erg dynamisch. Ja. Ik heb hier misschien wel even een vraag voor Clemens hiervoor, want die begeleidt natuurlijk heel veel corporaties. Maar ik heb vaak wel de indruk dat de mensen die met zo'n corporatie, omdat het zo'n traject is, zijn er ook mensen die daarmee beginnen en die het dan niet afmaken of die afhaken. Of zeg maar van, je hebt mensen die ermee beginnen, maar die daar op uiteindelijk niet komen te wonen, zeg maar, vanwege allerlei redenen of omdat ze hun leven gewoon anders is. En dergelijke. Maar ik vraag me af of wat Clemens vindt van conflicten en corporaties en omdat ze zulke grote projecten zijn. Nou,
even over die, misschien over hoe dat gaat. Kijk, er gaan altijd, er gaan vaak mensen weg en er komen mensen bij. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook, laten we zeggen, voor jezelf ontdekken van, wil ik dit? Neem ik die verantwoordelijkheid? Wil ik hier wonen? Dat is ook een proces. Het tweede ding is, er zijn mensen die voelen zich heel erg aangetrokken door, nou, waar ga je wonen? Ja, dat weet ik niet. Wat is de huur? Ja, dat weet ik ook niet. En wanneer ga je er wonen? Nou ja, als het klaar is. Er zijn mensen die kunnen, weet je, daar is dat heel moeilijk voor. Die zijn gewoon wat concreter ingesteld. Maar die heb je wel in je groep nodig. Weet je, gewoon zeg maar de mensen die op het moment dat die bouwvergunning aangevraagd is, de bouw begint, bij wijze van spreken, zoiets hebben van, nou, ik wil daar mijn energie in steken. Dat is ook een energie die heel nuttig is. Bewoners van een wooncoöperatie zijn mensen, dus er zijn wel eens conflicten. Mijn stelling is, omdat je, maar dat is mijn stelling, zeg ik maar meteen, omdat je een collectief belang hebt, op het moment dat je gewoon nog steeds in staat bent dat te benoemen, je kunt niet gratis ruzie maken in een wooncoöperatie, zeg ik maar even heel sarcastisch. Omdat dat laten we zeggen, zijn neerslag op de comments heeft. En dat is vaak iets wat wel verbindt. Het is 9:00 geweest. ik wil eigenlijk jullie allemaal bedanken voor je bijdrage. En omdat het zo een beetje abrupt lijkt af te ronden, wil ik zeggen dat we in maart een vervolg willen doen. En dan daarin het begrip bondgenootschap wat meer centraal gaan stellen als een bijna, of solidariteit zou je kunnen zeggen. Maar dan in het licht van wat we nu meemaken rond die toeslagenkwestie en rond de bijstand. Dat de staat je vriend niet meer is. Of dat de overheid niet per se je vriend meer is, maar ook mensen echt kan afmaken. En hoe je commoning kan zetten daartegenover, die toch gebaseerd is op solidariteit of bondgenootschappelijk omgaan met kwesties. Dus dat, ja, het is een raar bruggetje misschien voor sommigen, maar wat mij betreft heeft dat wel met dit te maken. Want het voorbeeld wat Clemens, maar vooral Jos daar nu gaf, is aldoende proberen vorm te geven aan niet een abstracte solidariteit, maar heel concreet waaruit ook dingen ontstaan die je kan zeggen, die zoals bij commoning, die een blijvende waarde, een collectieve waarde hebben. We hebben het helemaal niet kunnen hebben over wat betekent dat in termen van eigendom, veranderde eigendomsverhoudingen, erfrecht en al dat soort zaken. Heeft dat invloed op dit soort processen? Maar daar moeten we misschien een volgende keer of een andere keer nog een keer verdiepend op. Misschien staat dat ook wel op jullie sites, dat weet ik niet. Want je bent geen koper zomaar meer. Je bent ook geen huurder meer. Maar wat dat daartussenin is, nou, daar hebben jullie wel een aantal mooie dingen, vind ik, ondertussen over gezegd. Terwijl het tegelijk